Ja, ik vind het leuk om hier te staan om in het kader van Nieuw Wonen. Nieuw Wonen, wat we hier als motto hebben voor deze nieuwe wijk. Een wijk wat een plek moet zijn voor je hele leven in feite. Een plek om in te leven en met elkaar te leven. Nou, alles wat je in een wijk met elkaar doet. Maar dan ook op een manier waar ontmoeten centraal staat en waar participatie centraal staat. En we hebben ook gemeend dat daar kunst bij hoort. Kunst is iets wat over het algemeen prikkelt en wat ook reden geeft tot discussie. Van de een vindt het mooi en de andere vindt het lelijk en de volgende vindt het eigenlijk allemaal helemaal niks. Maar dat betekent dat je in ieder geval argumenten met elkaar uitwisselt en meningen met elkaar uitwisselt. En dat betekent dan ook dat je elkaar ontmoet en daarover met elkaar in gesprek raakt. En dat is vooral het doel van kunst. Dus daarom dat wij als gemeente ook hebben gemeend dat ook in deze eerste fase, waarin de pioniers van deze wijk er al wonen en de handen uit de mouwen steken, het ook goed mogelijk is om tijdelijke kunsten aan te brengen. Om die prikkeling ook met elkaar te hebben. En Eva Bulens, die mag dan ook dat spits afbijten. Ze is, heb ik net gehoord, pas deze zomer afgestudeerd. Dus ja, het is ook voor haar eigenlijk de eerste echte formele opdracht. Dus ze doet wel veel meer. Maar het is toch wel heel erg leuk ook voor haar om haar visie op kunst te laten zien. En ze heeft dat niet alleen gedaan, want ze heeft dat samen met u in de wijk gedaan. En dat is ook de bedoeling precies van Nieuw Wonen, dat je het samen met elkaar doet. En dat je dan vervolgens vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid daar een invulling aan geeft. En Eva heeft dat vanuit haar kunstzinnige visie en vorming gedaan. En dat vind ik heel erg leuk. We gaan zo meteen ook de was ophangen. De was die aan de bomen worden gehangen. En dat is allemaal was van de bewoners van deze straat. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat u daar dan ook met elkaar tegenaan kijkt. En dat we weer zo'n formeel moment hebben om verder te gaan. Nou heeft dat kunstproject allerlei fases, daar ga ik allemaal niet mee vermoeien, maar we gaan in drie fases in ieder geval door de wijk heen om allerlei kunstobjecten aan te brengen. En dat is eerst tijdelijk, maar later wordt het ook gewoon definitieve kunst in de wijk, zoals je dat ook eigenlijk in de wijk Dragonde Oost heel goed ziet, waar ook allerlei vormen van kunst de wijk sieren en waar je soms heel erg snel langs heen loopt, maar de andere keren toch weer reden geeft voor discussie. En de komende weken en maanden gaan we in ieder geval nog 5 andere kunstprojecten dus vorm geven. En dat wordt voor mij allemaal hartstikke mooi. Althans, de een vindt het mooi en de ander vindt het juist lelijk. Maar dat is ook net de bedoeling om daar met elkaar dan ook het gesprek over te voeren. En om dat een reden te laten zijn voor een extra ontmoeting in de buurt. Nou, dat zou ik formeel willen zeggen op dit moment. Dan geef ik jou de microfoon weer terug, dan kun je aankondigen wie allemaal hier aan meegewerkt heeft. En wie zo ook was gaat ophangen aan deze bomen. En nogmaals, ik ben in ieder geval trots op deze wijk. Ik ben trots op deze pioniers in de wijk. En ik ben blij dat jullie ook op deze wijze hebben mogen samenwerken aan dit kunstproject. Dank jullie wel. Echt iets wat helemaal geaccepteerd is. En ik vind als er was buiten hangt, dan zie je dat er mensen wonen. Dat er bewoners, dat mensen thuis zijn. Plus je ziet goed aan de was wat voor mensen er wonen. En die drie dingen samen, die vond ik wel goed om aan zo'n rondweg waar mensen langs chasen en die zien hier zo'n wijk ontstaan. En ja, er is hier nog een beetje zo zand en ze zien natuurlijk wel dat die mensen wonen, maar dan hiermee is het echt officieel feestelijk bewoond geopend. Nou, heel veel plezier, geniet in je werk en tot de volgende bijeenkomst. Bedankt iedereen voor zijn komst.